Hij kan niet tegen bier. Het is meer een wijntype. En wat voor type ben jij? Type? Reis je veel? Valt er mee. Ik heb twee kinderen die nogal mijn aandacht nodig hebben. Mijn vrouw en ik liggen in scheiding. Hennis! Ja! Ja, nee, sorry. We hebben een afspraak. We hadden een weddenschap lopen. Dat zeg maar de eerste van ons die over zijn ex-vrouw begint, die moet de rekening betalen. Kinderachtig. Ja, nou, wij noemen dat humor. Sorry jongens, ik moet gaan. Joyce denkt dat het zover is. Want nu al de kant er helemaal niet. Nee, maar ja, tweelingen, je weet het nooit. Nou, je weet het nooit met Joyce, bedoel je. Bel je ons als je ons nodig hebt? Ja, om te knippen. Ja. Nee, maar echt doen hoor. Doen! Hey, zit jij in de mode of zo? Confectie. Is niks bijzonders. Maar je weet dus wel veel van mode. En wat voor cijfer zou je mijn outfit geven? Wil je een eerlijk antwoord hebben? Ja. Een rokje is niks. 5. Oh. Ik zal je uitleggen waarom. Kijk. Ja? Heb je dit gezien? Het is niet mooi gestikt. Het gaat loslaten, is helemaal niks. Het is een sprutswerk, zie je dat? Vestje, dat is top. Dat is zijde, komt uit Italië. Komt bij mij vandaan. Niet. Dus rokje en vestje samen. Even kijken, 15. Nou, dat is een goede 7,5. Nou, ruim voldoende dus. Afronden naar een 8. Deal. Hier moet je kijken, deze reen in de praktijk. Ze is cardioloog. Maar die witte jas zingen is toch geweldig? Misschien moeten wij maar gewoon gaan slapen. Ja, nee, sorry. Ik was natuurlijk niet helemaal... Ik ben gewoon nog niet... Het is oké. Ja? Ja. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het was gezellig. Ja, ik ook, ja. Hey, Vee, als die jongens vragen gaan stellen... Maak je geen zorgen, ik ken die types. Oké. Okay. Dag. Doeg. Mevrouw, dat begrijp ik allemaal wel, maar kunt u me misschien doorverbinden met iemand die er wel over gaat? Het is de BTW-aangifte voor ondernemers en dan de teruggaaf over... Hallo? Hallo? Goedemorgen. Lastig telefoontje? Belastingdienst. Ah, ik weet genoeg. Koffie? Graag. Hoe heb je geslapen? Op zich goed. Beetje kort. Hooguit 2 uurtjes of zo. Ah, ja. David, hè, op het moment praat hij aan 1 stuk door over zijn ex. Het is echt een soort langspeelplaat die blijft hangen. Nou, hij ging inderdaad aan 1 stuk door, maar het woordje ex kwam daar niet in voor, hoor. Wat een beest is die vriend van jou. Maar ja, dat weet jij natuurlijk al lang. Ik ben vast niet de eerste die hier over de vloer komt. Nou, David is nogal kieskeurig, hoor, met zijn logeetjes. Er komt hier niet zo vaak iemand. Zonde. Dank je. Ja. Maar hebben jullie eigenlijk wel een oog dicht gedaan? Ik moet echt alles bij elkaar geschreeuwd hebben. Jezus, wat was het fijn. Nou, alles went. Sinds ik hier woon, dan slaap je overal doorheen. En, ja, de jongens die zullen ook wel eens last hebben gehad van mijn logeetjes. Bedankt voor de koffie. Ja, nee. Dag, tot ziens. Dag. Doei.